Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een kletsvideootje, want ik wil graag even over YouTube kletsen. Dit idee zit al langer in mijn hoofd en ik dacht altijd, maar is het niet te saai? Maar we gaan het gewoon leuk maken, dat komt wel goed. Ik zit namelijk met wat dingetjes in mijn hoofd en daar wil ik toch wel graag eens over praten, gewoon in een videootje. Wat dingetjes over YouTube, omdat ik al... Ik denk 5 jaar, misschien wel langer op YouTube zit. En ik vind dat er zoveel in die tijd is veranderd. Leuke dingen, minder leuke dingen. Er is gewoon een heleboel waarover ik graag wil praten, wat ik even kwijt moet. En ik dacht dat het wel leuk was om in een videootje te doen. Dus ik hoop dat je dat ook leuk gaat vinden. Doe dan alvast zeker je duimpje omhoog. En dan ga ik gewoon lekker beginnen met kletsen. Ik moet even kijken waar ik überhaupt ga beginnen. Ik denk gewoon met hetgene wat me een beetje dwars zit. YouTube bestaat inmiddels alweer een poosje. En in die tijd wat ik dus al aangaf, is er echt ongelooflijk veel veranderd. Het is nu natuurlijk niet dat ik vanaf het begin af aan dat YouTube begonnen is, dat ik daar al op zat. Maar ik geloof dat ik in 2012 toch al ben gestart met mijn YouTube kanaaltjes. Mocht je trouwens de hele geschiedenis en alles willen weten van mijn YouTube kanalen, dan moet je eventjes hier zo klikken. En dat is een video waarin ik van A tot Z mijn YouTube carrière bespreek. En dat is misschien wel leuk om te zien. In ieder geval denk ik dat ik al toch wel in ieder geval minimaal 5 jaar YouTube video's maak. En ik weet nog goed hoe dat begon. Gewoon simpelweg met je gsm. De meest slechte kwaliteit die er was. Want je had toen nog niet zulke goede gsm'tjes. Je had wel goede gsm's, maar niet echt met fantastische camera's. En ik weet nog dat ik dan echt de meest suffe dingen ging vloggen. Volgens mij dat ik Flappy Bird ging spelen. Hallo, ik heb vandaag voor jullie een vlogje. Iets zo in die trant. Ik heb eigenlijk geen idee waarover ik het ga hebben. Dus waarschijnlijk zal het wel onzin zijn. Maar het gaat sowieso over Flappy Bird. Wie kent het nou niet? Het verslavende spel waarbij je highscore moet proberen te verbreken. Anders dan is er geen fluit aan. Je moet gewoon met zo'n vest door 2 van die buizen. En ja, het is echt zo'n mislukte vest. Echt zulke vage filmpjes met verticaal beeld wat nu absoluut niet meer kan. En dat soort video's werden gewoon goed bekeken. Ik weet nog dat het toen... Volgens mij hebben die video's redelijk wat weergave, ongeveer 100. En dat vind ik best wel wat voor zo'n video'tje. Zeker omdat mijn publiek ook niet zo groot is. En als je dat nu zou doen, dan dat kan gewoon niet meer. YouTube is in die tijd zo ontzettend veranderd. Nu moet altijd alles zo ontzettend professioneel zijn. Als je geen goed licht hebt, geen goede audio, als er iets mis is met je beeld... Noem het maar op, krijg je daar een soort van klachten over, haatreacties. Het moet allemaal het beste en het kan niet goed genoeg, het kan niet mooi genoeg. Het is gewoon nooit goed genoeg. En dat vind ik jammer, want ik weet nog hoeveel plezier ik eruit haalde vroeger. Dat je gewoon echt de meest random dingen ging filmen, je plaatste dat online en dat je daar gewoon views voor kreeg. Dat je echt dacht van... Hoe bizar is dit? Hoe kan dit nou? En als je dat nu doet, dat je amper 2 views krijgt. Ik merk sowieso wel dat mijn video's niet mega populair zijn. En ik heb dat al heel vaak aangegeven. Maar het is ook niet dat ik daarvoor mijn YouTube kanaal heb. Ik vind het gewoon ontzettend leuk nog altijd om te doen. Ook al moet alles altijd zo professioneel en goed zijn. Vind ik het toch echt nog wel leuk om te doen. Ik haal er veel voldoening uit. En ik vind het leuk om mijn eigen... creatieve plaatsje online te hebben. Maakt me niet uit hoe groot of hoe klein dat is, zolang ik er maar voldoening uit haal. Maar ik vind het dus gewoon erg jammer dat YouTube. Maar ik vind het dus gewoon jammer hoe YouTube in die tijd zo ongelooflijk veranderd is. Wat ik al zei, het kan gewoon nooit goed genoeg zijn voor iemand. Het moet altijd het beste van het beste. En dat is jammer, want als je dat dan niet hebt, dan wordt automatisch je video's minder bekeken. Vroeger kon je ook een videootje uploaden en in de titel zetten, dus... Ik ga Flappy Bird spelen. Kom meekijken, bij wijze van spreken. En dan kreeg je dus 100 views. En als je dat nu doet, dan krijg je er gewoon echt letterlijk nul. Omdat tegenwoordig alles op YouTube met clickbait gaat. En doe je niet clickbait in je video,
gegarandeerd dat je dan 20, 30, 40 views minder hebt. Misschien wel 100 views minder. Maar je moet je video's tegenwoordig zo interessant maken. Of echt een hele eigen draai eraan geven om nog groot te kunnen worden. En populair te kunnen worden. En veel views te kunnen pakken. Veel abonneetjes dan dus ook. En dat is soms ook wel eens jammer. Want ik merk soms aan mezelf dat ik best wel veel moeite stop in een videootje. Ik wil ook dat alles er gewoon goed uitziet. Dat mijn kwaliteit goed is. En dat je niet naar een slechte video hoeft te kijken. En soms zit er dan zoveel moeite in een videootje. En dan zie je dat die maar, bij wijze van spreken, 25 views krijgt. Dan denk je echt, waar ben ik mee bezig? Zou ik hier niet beter mee ophouden? En dan aan de andere kant heb ik weer een stemmetje die zegt van ja, je doet het voor je plezier. Het gaat je niet om de views, de abonneetjes. Het gaat je gewoon om het plezier. Wat ik tegenwoordig dan dus ook echt leuk vind om te doen, zijn de verfvideootjes, de schildervideootjes. Ik heb er laatst nog een geüpload. En zo'n video wordt bijvoorbeeld 50 keer bekeken. Maar het is wel iets wat ik echt leuk vind om te doen. Ik vind het jammer dat sommige mensen een kanaal starten en alleen maar meegaan met de hypes en de trends die op YouTube spelen. Dat ze niet echt hun eigen dingetje doen. Ik vind het toch wel leuk. Je kan op zoveel verschillende manieren je eigen dingetje creëren. In het editen, in de video ideetjes, gewoon in de video hoe jij je wil presenteren. Je kan het zo uniek en leuk maken. En ik doe dat misschien ook niet altijd. Maar ik probeer toch mijn best te doen. En dan is het jammer dat er gewoon 100.000 dezelfde video's online staan. Dat nu momenteel iedereen van die video's maakt waarin ze roddels over zichzelf gaan bespreken. En dat is gewoon de hype en dat wordt goed bekeken. En dat is niet iets waar ik altijd aan mee wil doen. Omdat ik best wel van mening ben om toch wel mijn eigen dingetje te doen. En ik vind dat gewoon belangrijk. Ik vind personality belangrijker dan volgers. je moet het toch volhouden. In ieder geval als je het leuk vindt natuurlijk. Moet je toch een lange tijd kunnen volhouden. En als het niet zo is. En dat komt dan vaak door de video's die je maakt. Dat het niet jouw ding is. Dan gaat het ook gewoon niet werken. Dan zie je dat gewoon heel erg. Ik vind het ook jammer dat tegenwoordig YouTube echt een ding is geworden voor influencers. En dat heel veel mensen van alles opgestuurd krijgen en geld krijgen. Dat vind ik nog niet eens het ergste. Maar ik vind het gewoon jammer dat, dat heel veel jonge mensen die denken van, weet je wat, laat ik ook een YouTube kanaal starten. En dan doen ze dus al die hypes en dingen om volgers te krijgen. En dan dus vervolgens om met hun video's geld te verdienen. Gratis kleding of zo te krijgen. Ik weet het niet, maar ik vind het gewoon jammer dat het tegenwoordig op deze manier gaat en dat het niet meer lekker leuk en spontaan is zoals vroeger. Wat ik dus wel echt ontzettend leuk vind aan YouTube is dat je echt je eigen dingetje kan laten zien. En dat als het zo zou zijn, je gewoon heel de wereld het kan zien en je dus populair kan worden. Dit is zo tegenstrijdig, wat zeg ik? Dat klopt niet zo. Maar je snapt hopelijk wel wat ik bedoel. Het is gewoon leuk dat je eigen leventje een beetje kan weergeven online. Je eigen platform kan creëren en doen en laten wat je er zelf op wil. Nu zit ik daar tegenwoordig een beetje mee in de knoei, want ik heb veel te weinig inspiratie. Ik vind het YouTube video's maken echt weer leuker dan ooit. En ik wil heel graag heel veel video's maken en lekker groeien en leuke dingen doen en gewoon leuke content maken. Maar ik zit zo erg in de knoop met dingen, wat vind ik nou leuk om te maken. In een heleboel dingen die ik ook echt leuk vind om te maken gaat soms heel veel tijd zitten. En dat heb ik niet altijd. Ik zit vaak best wel volgepland, dus dan is dat moeilijk. En toch wil ik niet een zondag niks plaatsen. Het liefst zou ik zelfs 2-3 keer video's in de week plaatsen. Maar daar heb ik gewoon de tijd niet voor, de inspiratie niet voor. Maar het lijkt me wel ontzettend leuk om gewoon veel meer actief te zijn. En dat je echt een beetje gezien wordt, zeg maar. Dan heb ik soms wel eens een beetje het gevoel alsof ik soms vergeten word. Omdat je dan 2 of 3 weken niks plaatst. En dan zien mensen jouw video weer. En dan, oh ja, die was er ook nog. Maar goed, dat is ook logisch. Met mijn 650 abonneetjes kan dat ook niet anders. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik wil jullie ook zeker heel erg bedanken dat jullie altijd naar mij kijken. En mij nog leuk vinden. Want ik vind dat soms niet van mezelf. Maar ik ben blij dat ik nog wel een heleboel mensen heb die dat wel leuk vinden. En mijn video's leuk vinden. En mijn video's überhaupt kijken. Want ik ben zelf een persoon die kleine kanaaltjes vaak overslaat. Omdat ik meer geïnteresseerd ben in een kanaal zoals Beauty Gloss. Vlog Gloss. Allemaal Leonie. Echt een beetje zulke soort dingetjes vind ik echt leuk om te kijken.
En ik weet dat ze hele kleine YouTubers ook leuke content maken. En dat probeer ik zelf ook. En eigenlijk zou ik ze iets meer moeten supporten. Dus dat ga ik vanaf nu doen, ik beloof het je. Want ik wil zelf ook graag een beetje gesupport worden. Dus dan is het fijn als je elkaar kan helpen. Ik heb niet echt iets voorbereid voor deze video. Ik ben gewoon lekker aan het kletsen en ik hoop dat je dat leuk vindt. En ik denk dat ik wel een beetje door mijn gesprekstof heen ben. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat je mijn geklets even wilde aanhoren. Mocht je het nou leuk vinden, doe dan zeker je duimpje omhoog. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. En dan zie je hopelijk snel van mij weer een nieuwe video. Doei!